En ik denk dat als je met z'n tweeën heel dominant bent en je wil allebei je eigen weg, dan of allebei je eigen manier per se, dan gaat dat niet werken. Ik kan ook, ik kan echt gigantisch geïrriteerd worden op het moment dat bijvoorbeeld mijn vriend zegt van oké, ik kom thuis eten en dan niet komt. Zegt dan komt toch niet. Eén video vet. Vanuit een studiootje in Zwijndrecht toen de tijd opneemt. Je zet het in een uur online en heel de wereld gaat er overheen. Je mag naar Santa Fe vliegen en naar Orlando. En... Of heb je nog steeds dat raden ze, ja leuk, Davina Michel, prachtig die naam, prachtig die 1,2 miljoen abonnees op YouTube, maar ik vind het een kutplaat. Ja, weet je, op het moment dat je één hit in Amerika hebt, oké, bij wijze van spreken al 20 jaar met bloot kont Borre Borre gaan zitten, ja. Dus dan vind ik het al goed hoor. En dan merk je ook dat op het moment dat je dan weer met je vrienden en vriendinnen afspreekt, dat het natuurlijk wel weer gewoon hetzelfde is als van oud. Maar je merkt ook dat je wel veel gemist hebt. Ja, dames en heren, en dan is het nu weer tijd voor onze favoriete sponsor, Hello Fresh. Want voor je nieuwe kookroutine, betere eetgewoontes en inspiratie in de keuken, ben je bij Hello Fresh aan het juiste adres. Ik gebruik een boxen nu al maanden en het is helemaal top. Kook elke dag lekker, vers en gevarieerd zonder de deur uit te hoeven. Mijn favoriete gerecht is de wokschotel met vegetarische runderstukjes. Met de code HELLOKAI krijg je in totaal 45 euro korting op je eerste 3 boxen. Eet ze! Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Davina Michel. Zo, dit is een goed begin. Ja. Stel je voor dat je nou je oordopjes in hebt en je hoort haar gewoon zeggen... yeah. Hey, superleuk dat je er bent. Ik ben ongeveer een paar maanden geleden begonnen met jou te vragen. Ja. Toch? Dat is, ja. Dat is niet leuk bedoeld hoor. Nee. Maar het heeft even wat voet in de aarde gehad, nodig gehad om, om tot een dag te komen dat we allebei konden. Ja. En ik ben heel erg blij dat het gelukt is. Yes! Ja, ik ben ook heel blij. Ik heb er gigantisch veel zin in. Kijk, komt-ie, let op. Oh nee, doet dit gewoon niet. Kijk, normaal heb ik dan van die knoppen hier en dan hoor je applaus. Ja. Oh, moet de schijf, welke schijf moet ik dan openzetten? Deze. Deze. Kijk dan komt hij nu. Oh, ja. Ook goed. Nou. Ja, hè. Davina Michel. Hallo. Nee, okay, klaar nu. Okay. Ik ben niet geslaagd als radio-dj, helaas. Nee, dat zegt niks voor mij. Ik vind een podcast, jij zei net al, ik vind een podcast heel relaxed. Ja. Is dat ook omdat jouw werk eigenlijk altijd gewoon uitbundig is? Dat altijd de dans te springen? Ja, dat is het wel. Het is elke keer als ik inderdaad moet opdraven ergens, dan is het dat ik mijn stem moet opwarmen of moet ik me wel voorbereiden om een kunstje te gaan doen, zeg maar. En dat vind ik altijd met podcast altijd wel chill, dat je gewoon lekker kan ouwehoeren, verder niks. Ja. Ja. Ben jij, verschil jij eigenlijk van, kijk, als je in jouw werk moet je altijd aanstaan. Een beetje dooddoener, maar het is natuurlijk wel zo. En je staat ook altijd voor een hele grote groep mensen. Dus je staat altijd in de schijnwerpers. Ben je dan juist in privé situaties iets compleet anders aan het doen? Maak je heel duidelijk onderscheid tussen werk en privé? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben ook wel op in een normale situatie, zeg maar, op feestjes ook wel altijd heel erg aanwezig, hoor. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben wel altijd iemand die overal hard bovenuit praat, zeg maar. Dus ja. Het is niet dat ik als het licht uitgaan, zeg maar, dat ik dan een grijze muis ben die ergens in de hoek op de bank zit. Dat is helemaal niet zo. Nee. Ik denk wel dat ik wat ik nu doe, dat ik daar wel voor gemaakt was. Ja. Dat hoef ik ook niet zoveel moeite voor te doen. Ik ben gewoon mezelf dan op het podium ook. Dus dat scheelt. Maar zag je dat vroeger al terug op verjaardagen? Als jij een klein meisje, toen jij een klein meisje was, stond je toen ook altijd te springen? Zo. Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Zeker weten. Ja, nee, ja, ik was altijd inderdaad al aanwezig aan het springen en dansjes. Instuderen en dan voor de hele familie opvoeren, weet je wel. Ja. Ik ben nooit verlegen geweest, nee. En heb je dat nog van iemand? Je moeder, je vader? Of? Ja, ik heb dat van mijn vader. Okay. Ja, mijn vader is echt... die is ook heel aanwezig, zeg maar. Ja? Lekker druk, ja. Het is ook altijd... Die kan je nooit missen of zo. Nee. Nee? Nee. Nee, ik ben er wel blij mee dat ik dat heb mogen overnemen, ja. Heel wat grappig. Dus als je... Lijk je meer op je vader dan op je moeder? Of? Ja, in verschillende dingen. 50-50. Ja, 50-50. Mijn moeder is daarin weer soort van verstandig, denk ik. Dat heb ik trouwens helemaal niet. Laat maar, ik wou dat zeggen, dat heb ik dan van mijn moeder. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik lijk los van het feit dat ik vrouw ben, denk ik haar karakter het meest... daarnaast lijkt het meest op mijn vader, denk ik. Grappig. Ja. En hoe was jouw jeugd? Heb je zussen, broers? Of? Ja, ik heb 1 oudere zus. En ik heb 1 jonge broertje. Okay. En ouders allebei nog samen. Fijn. Ja, opgegroeid in Nieuwkerk. Dus eigenlijk een hele, hele degelijke normale jeugd. Mijn vader is vrachtwagenchauffeur, mijn moeder is docent. Dus gewoon heel erg normaal eigenlijk allemaal.
En, ja. Waar is je moeder docent? Want wij komen natuurlijk, we hadden het er net al even over voor de podcast. Nieuwekerk ligt echt op 20 minuten rijden van waar ik woon, Prinsenland, of waar ik ben opgegroeid. In de buurt onder de rook van Rotterdam is Nieuwekerk nog steeds. En welke school gaf je moeder les? Vroeger op Zadkine. Oh echt? Daar heb ik er gezeten? Ja, misschien is de docent wel geweest. Dat zou goed kunnen. Welke Zadkine? Ja, my god. Even denken. Met Alexander in Nee, niet die. Nee, ze heeft bij Centraal. Oké. Okay. En nu doet ze Hogeschool Rotterdam. Oh ja. Ja. Dus wel nu dan Hogeschool. Oké. Okay. Dus dan is zo bedoel ik het niet. Nee, het is Hogeschool, dus dan heeft ze jou nooit gezien. Want je hebt de basisschool niet afgemaakt. Nee. Dat is wat je zegt eigenlijk. Ik bedoelde meer van een middelbare school dan niet. Maar dan zeg maar het HBO. Dus dan kan het niet dat je niet bij een middelbare school. Ik stop nu weer praten, laat maar. Het komt er even kut uit. Nee, ik snap je punt. Nee, naast dat Kien Alexander ben ik naar Utrecht gegaan. Voor mijn HBO. Maar daar ben ik na 3 jaar weer mee gestopt. Maar dat is een ander verhaal. Okay. Maar Nieuwekerk dus. Dus een broer en een zusje. Of andersom. Broertje en een zus. Ja, een jonge broertje en een oudere zus. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe was je jeugd? Als je nu terugkijkt naar vroeger. Ja, superleuk. Ja? Ja, ik heb echt. Ik mag echt niet klagen over mijn jeugd. Ik heb echt een. Alles altijd. Ik had alles wat ik nodig had. Werd ook niet verwend. Mijn ouders waren ook niet super rijk. Maar ik denk dat als je gezondheid hebt, dat je al heel rijk bent om even een mooie iets doorheen te gooien. Maar ja, gewoon heel gelukkig. Ja, heel blij. Ja, ik heb altijd genoeg vriendjes en vriendinnetjes gehad. En dus echt niks. Weet je wat ook wel apart is? Bedenk ik me nu. Jij zegt net van, ja, mijn ouders zijn nog gelukkig bij elkaar. Ja. En ik vond dat. Ik vond het heel fijn of zo om te horen. Omdat, los van het feit dat ik jouw ouders dat gun... En jullie dat natuurlijk heel erg gun. Maar los daarvan, omdat je tegenwoordig weinig mensen dat meer hoort zeggen. Ja, dat het bijna bijzonder is. Maar het is wel iets als je dat erbij zegt. Aangezien het niet meer vanzelfsprekend is dat alle ouders bij elkaar zijn. Ik merkte dat dus wel aan mezelf, dat ik dat soort van bijzonder vond. Terwijl eigenlijk is dat ook wel een pijnlijke constatering. Dus dat je dat als bijzonder gaat zien. Wat is het... Ja, dit is misschien een enorme dooddoener, maar wat is het recept van de relatie van je ouders, denk je? Waarom werkt het zo goed tussen? Ik denk elkaar vrij laten in wat ze doen. Mm. Ja, en mijn vader die is best wel losbandig, kan ik zo zeggen. Ja, die is best wel. Mijn vader is gewoon lekker gek. Ja. En mijn moeder is daarin is veel verantwoordelijker. Ze zijn allebei anders, maar mijn moeder laat mijn vader ook lekker gaan. En mijn vader waardeert het juist ook wel heel erg dat als mijn moeder er wel een keer wat van zegt. Dus ze laten elkaar los, maar ze vullen elkaar ook aan daarin. Ja. Ik denk dat het recept van mijn ouders is, denk ik. Ja, en dan zorgen ze toch voor de balans. Ja, zeker. En ik denk dat als je met z'n tweeën heel dominant bent en je wil allebei je eigen weg, dan of allebei je eigen manier per se, dan gaat dat niet werken. Nee. Nee, dus dat moet je wel. Je moet elkaar een beetje los kunnen laten en accepteren. Ja. Dat is ook wel grappig, want je valt op iemand om wie die is. Ja. En je ziet vaker in relaties later. Dus dat is op een gegeven moment, als je dan een relatie hebt, dat je iemand wil veranderen. Ja. Eigenlijk is dat heel krom, want je bent op diegene gevallen om hoe die is. Dus als iemand losbandig was, tot op zekere hoogte natuurlijk. Ik kan me voorstellen in een relatie dat je op een gegeven moment wel wat afspraken maakt. Maar je moet iemand ook gewoon in zijn kracht laten staan. En dan moet je dus ook iemand gunnen dat hij gewoon zichzelf blijft. Maar als het goed is, word je ook aan eerste instantie verliefd op zo'n karaktereigenschap. Hmm. Dus op het moment dat je dat inderdaad op later dan wil gaan aanpassen, dan ga je inderdaad iemand veranderen. Ik denk dat niet werkt. Ja, wat je dus vaak ziet bij mannen, die willen dus een hele knappe vrouw. En weet je wel, dan, wauw, knappe vrouw. En dan komen ze tegen thuis uitgaan of wat dan ook. En dan hebben ze daar een relatie mee. En dan willen ze eigenlijk niet meer dat die knappe vrouw zichzelf is. Want dan krijgt ze te veel aandacht of er wordt te veel naar haar gekeken. En dan worden er ineens allemaal regels opgelegd en zo. En bij vrouwen zie je dat weer andersom, weet je wel. Een beetje een boefje. Die moet dan ineens heel braaf thuis gaan zitten. Elke dag met zijn handjes boven tafel. Om 6 uur eten. Handje pepermuntje op de bank en naar bed. Ja, nee, dat werkt niet. Nee, maar dat werkt al niet. Je moet elkaar toch een beetje... Tuurlijk heb je dingen die je met elkaar afspreekt, maar je moet elkaar ook wel een beetje... Ja, maar daarnaast verander je denk ik ook door de jaren heen. Ja. Ik denk dat je naar je partner toe groeit ook. Ja. En dat kan ook denk ik wel eens mislopen. Dat mensen niet meer zijn zoals ze waren toen iemand verliefd op diegene werd. Dus dat kan ook weer... Ik denk dat mensen blijven ontwikkelen. En dat doe je natuurlijk als je helemaal jong bent, als je uit de puberteit komt. En dan maak je een grote sprong. Maar het is natuurlijk, je blijft heel je leven lang ontwikkelen. Je karakter blijft altijd veranderen. Ja. Dus ja, ik denk als je dan... Het is, ik zie het stiekem ook een beetje als geluk hebben of zo. Ik denk dat heel veel mensen ook dingen meemaken in hun leven.
Waardoor ze zo veranderen of trauma's of weet ik veel. Of ze verliezen een kind of er gebeurt iets waardoor... Of ze komen in financiële problemen waardoor je dat samen ook niet meer aan kan. Misschien had je dat dan wel samen aangekund op het moment dat die problemen er niet waren. Dus ik denk dat het... Ik denk dat het verschillende factoren heeft waardoor mensen zo snel nu uit elkaar kunnen gaan. En omdat het misschien ook, omdat er nu echt geen taboe meer op ligt. En mensen gewoon denken van, ik ben zat. Weet je, ik heb geen zin meer, ik ga naar iemand anders. Dat nu makkelijker is om die stap te nemen. Nou, dat is natuurlijk niet op zich een goede ontwikkeling, denk ik. Dat iemand gewoon voor zijn eigen geluk kiest en zegt van, oké, ik ben niet meer gelukkig. Ik ga deze relatie niet tot in een treuren doordouwen, want ik voel het gewoon niet meer. Ja. Ik denk dat dat een hele frisse, gezonde keuze is om dan te kiezen voor jezelf ook richting je partner toe. Ik bedoel, als je partner jou niet meer gelukkig maakt, kun je dat beter ook uit. Ik denk ook wel dat de mensen misschien te snel stoppen met een relatie, terwijl er best nog wel wat dingen hadden kunnen worden opgelost. Daardoor ga je dus ook minder vechten, ervoor, denk ik. Dus dat is wel waar. Dat heeft voordelen en nadelen. Hoe lang heb jij een relatie? 4 jaar nu. 4 jaar? Ja. Leuk. Ik ben echt trots. Ja, komt weer. Oh nee, shit. Nee, schuifje. Ja. 4 jaar, leuk. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Sebas, mijn vriend, is mijn producer ook. Oké. Okay. Dus we hebben elkaar eigenlijk in de muziek leren kennen. Nog voor Duurt Te Lang, nog voor Davina Michel, zeg maar, in het leven was. En zijn we verliefd geworden. En toen uiteindelijk, terwijl we al samen werkten. En toen is het succes gekomen eigenlijk. Leuk. Dus ik denk, want wij schrijven ook samen alle liedjes. Hij produceert al muziek. Hij doet ook een management. Dus ze zijn echt... Wauw. Het is echt, zeg maar, Bonnie en Clyde, maar dan positief, denk ik. Of hoe zeg je dat? Bonnie en Clyde is toch sowieso positief, toch? Maar niet zeg maar crimineel, maar gewoon netjes. Maar de dynamiek tussen jullie twee lijkt er misschien op. Ja, maar dat werkt echt heel goed. En ik krijg altijd super vaak de vraag van, ja, hoe is dat nou om te werken en te daten, zeg maar. Maar dat... Ik weet niet beter. Nee. Aan het begin vond ik dat echt nog lastig, want toen probeerde ik echt wel... soort van, omdat iedereen al zei, ja, je moet werken, privédag gescheiden houden. Dus ging ik dat een soort van proberen. Dat we dan thuis niet meer over muziek konden praten. Of niet meer over shows of dingen. En ja, dat wordt gewoon op een gegeven moment gewoon een beetje raar. Dat werkt gewoon niet. Nee. En ik merk ook dat ik er geen moeite mee heb om wel thuis ook werk te bespreken. En op werk ook om thuis te bespreken. Gewoon omdat het... Een pot nat is leeg. Ja. Ja, op een gegeven moment, dat is een hele dunne scheidingslijn natuurlijk. Ja. En wat het natuurlijk ook is, dat mijn werk is eigenlijk mijn hobby. Ja. Dus je bespreekt eigenlijk iets wat je leuk vindt. En natuurlijk zijn er ook al de dingen die je dan minder leuk vindt, maar over het algemeen is het mijn passie ook. En ook dat van hem. Dus we delen eigenlijk gewoon allebei dezelfde passie. Ja, snap ik. En als je dat kan samenvoegen en je kan daar dan privé ook nog over praten, is misschien alleen maar juist mooi. Het hoeft niet altijd negatief te zijn dat je ook privé nog over werk praat. Nee, helemaal niet. Als het werk leuk is, zeker niet. Ik wou het zeggen, ik ervaar het ook echt niet zo als negatief. Nee. Maar dan was je 21 toen je met hem kreeg. Ja. En heb je daarvoor nog relaties gehad? Ja, zeker. Meerdere. Ja? Oh, nee. klinkt het echt. Ja. Nee. Ja, heb ik ook relaties gehad. Ja, maar niet zo lang. Maar wel serieuze relaties. Een serieuze relatie. En toen was ik een jaartje of 16. Ja. Dan was zo'n middelbare schoolvriend. Weet je, daar ben ik wel een aantal jaar zoet mee geweest. Mee onder de pannen. Ja. En verder allemaal gewoon van die vlammetjes tussendoor. Maar dat is allemaal niet zoveel. Dat klinkt echt alsof ik slap ben. Maar ja, nee joh, helemaal niet. Ik heb wel gekkere verhalen. Ja. Nee, maar het is toch ook gezond en logisch. Ja. Maar dus als je nu... Dit is wel dan je eerste echte volwassen relatie misschien. Ja, zeker. We hebben ook samen een huis gekocht. En het is wel... We gaan kijken wel naar de toekomst, zeg maar. Ja. Het is niet dat ik... Het is wel serieus. Leuk. Waar woon je nu op dit moment met hem? Nu woon ik in Capelle met hem. Oh, dat heb je me net verteld trouwens. Ik moet even goed opletten. Ja, dat maakt niet uit. Ik woon nu zeg maar... Sinds de zomer woon ik in Capelle met hem. Ja. En we zijn echt super blij. Maar waar komt Sebas vandaan dan? Die komt uit, Hendrik Ido Ambacht. Nee joh, maar daar woont Monica toch nu ook? Nee, daar komt ze vandaan. Oh, zie je? Ja. Grappig, ik heb gisteren, ik ben met Monica ook een podcast begonnen, een nieuwe. Mm-hmm. Ik denk dat die nu dit wordt uitgezonden al wel uitgezonden is. Geus en Gorgels heet dat. Ja. Toen hadden we het van, de plek waar je geboren bent, heeft dat invloed op wie je wordt als persoon en waar je later wil wonen. En toen hadden we het dus over dat zij in het dorp was opgegroeid en ik in de stad. En dat was inderdaad dus Hendrik Ido Ambacht. Maar zij woont daar niet meer en zij gaat ook niet meer terug, denk ik, naar Hendrik Ido Ambacht. Nou, ik had ook al zoiets van toen we op een gegeven moment een plek moesten gaan uitzoeken om te gaan wonen. Toen wilde ik wel... We hebben eerst nog een tijdje in Dordrecht gewoond.
Maar ik wilde eigenlijk wel echt terug naar regio Rotterdam. Ja. En hij wilde met me mee, dus daar ben ik heel blij mee. Ik weet niet, ik vond Dordrecht heel leuk hoor. Ja. Maar ik toch nu ook dicht bij mijn familie en gewoon alles om me heen. Dat vind ik echt toch wel, ja, dat is toch wel mijn eitje. Ja, lekker. Nou, fijn dat hij uit dezelfde regio in ieder geval ja, komt. Zeker. Ja, zeker. Ja. Had je, stel je voor dat Sebas, precies dezelfde persoon, maar Sebas komt uit Twente. Of Sebas komt uit Groningen en die zegt, ja, hey, Devien, allemaal leuk en aardig, maar ik wil echt zo graag in Groningen wonen. Ik heb daar een huis gevonden. Zou dat kunnen? Oh, dat is echt een moeilijke vraag. Ik weet het niet. Ik heb ook wel echt mijn best gedaan om naar de regio Rotterdam te halen, zeg maar. Dus echt naar Capelle. Ik denk uiteindelijk wel. Ja. Maar ik zou het wel echt lastig vinden. En ik denk dat hij uiteindelijk, als hij echt van me zou houden, zeg maar, dat hij mij ook niet mee zou willen slepen naar Groningen. Zou jij dat gewoon niet aan doen? Nee, dan zit ik daar. En het is niks tegen Groningen, maar hij zit zo ver van mijn familie, van vriendinnen vandaan. Ja, ja, dat weet niet. Dat zou ik echt niet willen. Nee. Ben je chauvinistisch? Oh my god, wat? Chauvinist, dan ben je gewoon... hou je van de plek waar je vandaan komt? Ja, gewoon, je bent een Rotterdamse, maar... Ja, Nieuwekerk is gewoon... Dan ben je ook gewoon een Rotterdamse. Maar is dat... Betekent dat veel voor jou, dat gebied? Ja, zeker. Ja, ik had het al met toen we dit huis gekocht hadden, dat ik opeens de postcode zag. En dat begon met 29. En toen werd ik echt dolgelukkig. Gewoon echt zulke kleine dingen, weet je wel? Dus dat, zeker. Ik heb dat echt heel erg. Ik ben ook echt een huismuis. Ik vind het echt heerlijk om thuis te zijn en mensen thuis uit te nodigen of alles thuis. Dus ja, voor mij is dat wel echt wel heel veel waard. Zeker. En heeft dat ook te maken met dat het dan vertrouwd voelt of zo allemaal? En... Ja, dat ik alles ken. Ik ben heel slecht ook met navigeren en zo. Dus ik vind het altijd heel... Als ik dan de weg zeg maar een beetje ken. En ook al, het maakt voor mij ook niet uit of het stortregent of dat het echt sneeuwt of hagelt of onweert. Als thuis is het weer altijd het beste. Ja. Zo voelt het gewoon heel erg. Dus ik denk ik wel eens chauvinistisch. Chauvinistisch, ja. Weer wat geleerd vandaag, jongens. Kut woord. Ja. Nee, maar ik herken dat wel. Alleen ik heb de laatste tijd wel dat... Ja, ik woon dan al 30 jaar in Rotterdam. En ik heb gewoon heel veel prikkels nodig. En dit jaar is natuurlijk, als je prikkels nodig hebt, is het een enorm kutjaar. Want er zijn gewoon nul prikkels. Nee. Rondje Kralingse Bos met mijn maten. En dan is het hoogtepunt van de week weer voorbij. Ja, klinkt ook wel heel raar om te zeggen. Hoogtepunt. Rondje Kralingse Bos met je maten. Klinkt een beetje zielig inderdaad. Ja, maar er gebeuren ook wel gekke dingen in dat bos. Dus sowieso kan je dubbelzinnig interpreteren dit. Maar ik heb wel gewoon dat ik een beetje het gevoel heb dat de wereld is zo groot en er is meer. Ja. En dat ik denk van, ik zou nog wel een fase van mijn leven gewoon misschien in het buitenland willen wonen. En toch nog een soort van daar ook een aantal jaar iets opbouwen en nieuwe dingen meemaken. Maar zou je dan alles achter je hier kunnen laten om daar vast te wonen? Wij, Jess en ik, die hebben het bijvoorbeeld over Spanje dan. Om daar eens te gaan wonen. Maar dat zou ik dan altijd combineren. Ja, precies. Dat je hier ook gewoon nog een huis hebt en dat je gewoon in je werk kan vliegen. Ja, bijvoorbeeld. Ik zou dan altijd wel gewoon hier... Ik zou mijn werk hier ook niet zo snel achter me laten... en zeg maar alles in de brand zetten hier... en dan zeggen, tabee! Ik ga een hut bouwen in Malaga. De groeten. Nee, dat zou ik niet zo snel doen. Maar ik zou het wel leuk vinden om nog iets anders te hebben. Een plek waar ik alles nog kan ontdekken... en waar alles nog nieuw is... en waar je nieuwe mensen leert kennen. Ik vind dat wel een soort verrijking. Maar ik snap het ook wel, dat je inderdaad... als je altijd op één plek blijft wonen... dan op een gegeven moment heb je het gevoel dat je wereld niet gezien hebt. Is dat het? Nou, maar ik heb wel heel veel gereisd. Maar juist doordat ik zoveel heb gereisd... heb ik ook gewoon gezien dat er zoveel mooie plekken zijn. Ja. En ik ben nu wel... klink echt een beetje zo'n oude lul. Maar ik ben wel op een punt gekomen dat ik... Kijk, ik heb nog geen kinderen. Ik ben 30. Ik heb nu mijn werk redelijk stabiel staan. Ik weet ook best wel goed wat ik wil... en waar ik de komende tijd naartoe wil. Zakelijk gezien en... maar ook op persoonlijk vlak. Ik heb een stabiele relatie waar ik heel blij mee ben. Dit is wel het moment om nog eens een keer zo'n stap te nemen... Je hebt nog geen kinderen die hier op school zitten of ergens aan gehecht zijn. Ik kan nu nog, ik ben vrij flexibel. Dus ik denk wel bij mezelf, volgens mij moet je jezelf dat ook gunnen... en af en toe gewoon even in de diepe springen en denken van... nee, oké, weet je, ik wil nog een avontuurtje of zo. Ja. En dan een huis in de zon, gewoon jezelf de zon gunnen. Het wel genieten. Is toch lekker, man. Maar is het dan meer een avontuur of is het echt dat je op een gegeven moment denkt van... nou, ik heb gewoon zin om... te genieten dat je Nederland gewoon zat bent. Ja, ik denk dat ik Nederland dan. Ja, ik wou net zeggen, zo klinkt het dan. Als je dan inderdaad zegt van, nou, ik ga inderdaad een château beginnen in Frankrijk of zo, dan zou ik denken, nou, dan wil je inderdaad echt iets, zeg je dat? Iets. Wat goed. Ja.
Dan lijkt me dat je echt iets wil meemaken of zo. Maar ja, Ibiza ook wel natuurlijk. Maar dat is misschien meer om gewoon ook te genieten. Ja, dat zou echt om te genieten zijn. Dat is gewoon een beetje, daarom zei ik, klink een beetje als een oude lul. Dat is echt om gewoon de voordelen van de natuur om je heen. Lekker ja. Weer. Ik vind een groot voorstander van het Spaanse model, zeg maar. Dat je laat eet. Ja. En overdag niet zoveel doet. Ja, precies, genieten dus. Nee, ja, ik hou gewoon heel erg van. Ik ben echt gewoon best wel Bourgondisch. Ja. Ik ben altijd als ik in Italië ben of zo. En ik zit in een restaurant en het is 11 uur en er komen nog nieuwe mensen binnen. Ik vind dat zo'n lekker gevoel. Ik vind dat ook heel leuk, maar ik vind dat wel tijdelijk leuk. Ik zou niet, zeg maar. Ik heb daar na een week of twee weken heb ik dat gehad. Dan denk ik, ik heb gewoon zin om in de auto te stappen, in de file te staan en dan om 6 uur thuis zijn te eten. Ja, ik weet niet. Ik ben dan wel zo'n. Zo'n degelijke, dat echt. Maar ik snap wel, ik vind het wel lekker voor vakantie. Maar ja. Ik zou niet altijd zo kunnen leven. Ik was laatst in Curaçao, ja. Nog voor de lockdown. En daar was het ook allemaal gewoon, dan gaat lekker alles langzaam. We zien wel en alles is dicht als ze open moeten zijn, weet je wel. Zo en dan, ik kan daar niet tegen. Mm. Ik heb zo'n een bepaalde controle nodig, denk ik. Mm-hmm. En ik vind het heel mooi aan mensen als ze gewoon denken, oh joh, maar ja, nou, we zien het wel. Maar ja. Ik kan dat niet. Ik ben al zo'n control freak. Dan dingen, ik kan daar heel onrustig van worden als dingen niet gewoon op rolletjes lopen. Ja. Dus ik zou daar dan juist juist heel onrustig en ongemakkelijk van worden. Hetzelfde met backpacken. Ik vind het altijd super vet als mensen dat gaan doen. Ja. Mijn beste vriendin zegt backpacken, die gaat overal heen. Die zegt, die is alweer maanden zoet. Maar ik, als ik daar met zo'n rugzak en dat ik dan niet weet waar ik heen moet en waar ik dan over twee weken ben. Nou, ik ben gek. Een stinkhotel. Ja, nou ja, maar dat zou ik niet eens erg vinden. Als ik maar weet dat ik gewoon standaard een stinkhotel heb en niet opeens nog een avond van tevoren een stinkhotel moet boeken die al vol zit, weet je wel. Dan zou ik helemaal gek worden. Dat ik dan een nachtje moet rondwaaien. Ik moet die controle hebben, want anders. Ja. Dat heb ik dan weer voor mijn moeder. Als we dan inderdaad terugkomen, lijkt je op je moeder of je vader. Dat is dat die. En het is ook niet dat ik heel veel regelmaat of zo heb. Maar het is meer dat ik gewoon wil weten. Was good, zeg maar. Maar misschien, jij hebt juist helemaal geen regelmaat, denk ik. Door het werk wat je doet. Zeker als gewoon, ja, dit jaar is natuurlijk, moeten we dan maar gewoon even niet meerekenen. Nee. Maar normaal gesproken zou je er natuurlijk van optreden naar optreden gaan. Misschien dat je juist daarom wel dat kleine beetje controle wat je dan hebt over je thuisbasis en zo, dat je dat gewoon stabiel wil hebben. Ja, nou ja, dat is het ook wel echt. Want het zijn inderdaad gekke tijden. Ik weet op week 1 niet wat ik op week 2 ga doen, 9 van de 10 keer. Of het verandert weer. Dus dan is het wel fijn. Ik kan echt gigantisch geïrriteerd worden op het moment dat bijvoorbeeld mijn vriend zegt van oké, ik kom thuis eten en dan niet komt. Of zegt, ik kom toch niet. Of hey, morgenochtend gaan we even. Ja, is goed. En dan maken we een plan of zo. En dan zegt hij daarna van ja, nee, ik ga toch naar de studio. Ik ga toch dit doen. Dan kan ik echt zo geïrriteerd worden. Gewoon omdat dan de planning, zeg maar, wegvalt. Ja. Vind ik heel irritant. Maar dat is dus inderdaad in thuis, in het ritme, vind ik het gewoon heel fijn om gewoon. Het klinkt super, super control freak, maar ik vind het echt fijn om gewoon daarin ritme te hebben, zodat ik de rest, zeg maar, kan laten gaan. Maar is jouw vriend, die is veel impulsiever dan? Ja, zeker. Die doet ook gewoon, die doet wat hij moet doen, zeg maar. En die houdt dan niet vast aan afspraken van ja, nee, zo is het niet. Maar die dan als we inderdaad even 's ochtends heel stom even een kerstboom zouden gaan halen. Ik zuig het uit mijn duim, hè. Yeah. En dan zeg ik even een kerstboom halen, want die moet opgetuigd worden. Dan hebben we met de kerst geen kerstboom. En dan de volgende ochtend, dan is het ja, nee, maar ik ga toch even naar de studio. Dan moet ik even nog wat dingen afmaken. Ja. Ik heb me zo kerstboom halen. Ja, dan krijg ik al een soort kortsluiting in mijn hoofd van oké, dingen gaan niet zoals ik me heel de nacht had voorbereid. Weet je wel? Dus dat is het. Ja, daar houd, ik wil dan echt iets helemaal aan vasthouden. Jouw planning is echt een soort puzzeltje. Je legt al die stukjes en als er dan één uit wordt gehaald, dan ben je gek. Ja, maar ik moet ook echt plannen. Want als ik niet plan, dan kom ik niet uit met mijn tijd. Want ik ben gewoon best wel druk en ik wil wel heel veel dingen doen. En ik wil mijn vriendinnen zien, mijn familie zien. Ik moet optreden, ik moet interviews doen, ik moet fotoshoots doen. Ik moet, weet je wel, covers inzingen, filmen. Ik moet alles doen. En het zijn allemaal verschillende dingen ook. Het is niet dat ik alleen maar optredens doe. Ik moet zoveel verschillende dingen doen. Ja. Dat ik het gewoon echt moet plannen. En als ik dat niet doe, dan laat ik steken vallen. Ja. Dan word ik echt gek. Ja. Ik klink nee, heel maar erg. Het is wel goed dat je dat voor jezelf weet, toch? Ja, en ik heb ook heel erg ADD. Dus op het moment dat ik zeg maar. Ja, dat ik ook. Ja, nee. Dus op het moment dat ik. Ik kan me ook heel vaak niet concentreren. Nee. Dus als ik het niet, zeg maar, gepland heb, dan vergeet ik ook dingen. Dan ben ik alles kwijt. Dus
Ik heb echt van mezelf leren leven, zeg maar. Nou, dat is wel goed. Je hebt in ieder geval wel regelmaat gevonden. En een manier gevonden om binnen dat hectische hoofd van je... toch een soort van controle aan te brengen. Ja, zeker. Nou ja, dat komt niet heel onbekend voor. Ik stuit er ook redelijk tegen het plafond altijd. Dus ik moet ook wel... Ik ben toch wel meer op je vriend, hoor. Ik word dus wel gestrest van plannen. En mijn vriendin vindt het dus ook heel fijn om te plannen. Maar dan zegt ze van... ja, wil je over 2 weken bij Pietje en Puk gaan eten? Nou ja, dan wel. Ik zeg, dat weet ik helemaal niet of ik er zin in heb dan. Ja, ja, maar we moeten het toch inplannen, want anders komt het er niet van. Nee, maar dat is het echt. Dat, zo ben ik ook echt. Maar daar heeft ze gelijk in. Ja. Maar ik vind het dan gewoon doodeng dat ik 2 weken van tevoren toezeg op iets. Terwijl ik denk, ja, ik heb misschien die vrijdag gewoon helemaal geen zin om daar naartoe te gaan. Ja, maar zo gaat het dan ook. Want dan zegt Sebas daarna van, ja, nee, maar ik moet toch naar de studio. En dan moet ik het weer afzeggen. Dus dat gebeurt 9 van de 10 keer. Dan maak ik een afspraak 3, 4, 8 weken van tevoren. En dan ben ik helemaal... En dan uiteindelijk wordt het alsnog gecanceld. Dus... uiteindelijk. Maar dat is weer die aanvulling, weet je. Als we allebei zo obsessief plannen waren geweest, dan was er helemaal stuk gelopen. Want dan ga je aan elkaar irriteren. Nu pak ik die touwtjes op, nu doe ik dat. Ja. En dan kan hij lekker... Hij lekker zijn dingetje doen. Ja, dat is goed, goed onderverdeeld. En over plannen gesproken, je bent nu 25, je woont samen. Wat heb jij nog zoiets wat je wil doen binnen nu en 5 jaar? Heb je nog, wat zijn je plannen? Hè? Of kijk je ook weer niet zo ver vooruit? Ja, zeker wel. Ik heb dat ik nu binnen, als de corona voorbij is, wil ik eigenlijk zo snel mogelijk grote dingen gaan spelen. Ja. Ik zou het super vet vinden om een Ziggo Dome te kunnen gaan doen. Mm-hmm. Het lijkt me echt, de stad staat eigenlijk wel echt op mijn snelle planning, als de corona voorbij is. Ja. En daarna volgt natuurlijk de Kuip, maar dat is misschien meerdere jaren. Dat zou ik ook echt nog een keer willen doen. Ja, vet. En verder, ja, ik zou het vet vinden om in het buitenland aan de slag te kunnen gaan. Dat proberen we ook al wel, maar ja, dat is natuurlijk zo'n... Nederland is zo klein vergeleken met de rest van de wereld. Je hebt een tijdje in Amerika opgetreden, toch? Nou, nee, niet een tijdje. Ik heb 1 keer, een 2 weken lang, zeg maar, dat ik had 3, 4 shows daar zo. Net nadat What About Us Fire ging, dat ik die cover had gedaan. Toen werd ik daar toevallig in de maand juli, werd ik 3 of 4 keer geboekt in Amerika. Dus toen hebben we een soort doortocht gedaan dat we daar verschillende optredens deden. En waar, dan deed je dan 1 nummer? Of deed je dan wel... Nee, meerdere. Ik had... Eén show was bijvoorbeeld in Orlando, was voor een danswedstrijd voor kinderen, was dan de finale. En dan kwamen uit alle hoeken van Amerika kwamen de winnaars, zeg maar. En die kwamen dan met elkaar tot de grote winnaar. Nou, dat is normaal hoe dat gesproken werkt. Ik leg het onder de kruid. Dus je hebt een show en dan heb je een top 3 en die op 1 komt, die wint. Ja. Ik licht het even toe. Nee, daar mocht ik, zeg maar, ging ik Barbara zingen. En daar gingen die kinderen, met z'n allen hadden ze een grote choreo erop gedaan. Ja. Er werden echt kinderen in de lucht gegooid en opgevangen. Dat was echt gek. Dan moest jij ze opvangen. Ja, nee, gelukkig. Wat was? Ja. Nee, maar het was echt super mooi was dat uiteindelijk. En daar deed ik dus maar 1 liedje bijvoorbeeld. Ja. Maar ik heb ook een show van 2 uur gegeven in een... wat is het? Het was een soort... Ja, het was een enorme venue. Het was een huis van $18 miljoen. Ja. Daar zitten boerderijen bij en een tennisbaan en dingen. Dus het was gewoon meer een landschap. En dat wilden ze gaan verkopen... maar ja, als je zulke landschappen gaat verkopen, dan zet je het niet op Funda, zeg maar. Maar daar worden hele evenementen omheen georganiseerd. Nee, dus ik was, ze hadden een glazen podium op het zwembad gebouwd. Dat was echt super vet. En toen hadden ze mij gevraagd, naar aanleiding van What About Us, of ik daar een show wilde geven van 2 uur. Zo lijp. Nou, dat was super vet. Dat was echt heel tof. En zeg maar, de mensen die bezichtigingen deden, die zagen jou dan... Ja, nou, ze hadden gewoon allemaal insiders hadden ze uitgenodigd. Van mensen waarvan ze wisten dat ze zo'n huis konden betalen. Dus ze stonden echt alleen maar gewoon hele, hele rijke mensen voor mijn neus. Ik scheet 7 kleuren. En jij zei van 2 miljoen, kan je mij erbij kopen hier op het zwembad? Ik iedere ochtend voor je op. Ik dacht wel van ja, er hoeft hier maar 1 iemand inderdaad bij te zitten die meer voor ons kan betekenen op dit moment. Ja. Een manager van weet ik van wat. Want dat is natuurlijk allemaal welvarende mensen daar. En welke plek in Amerika was dat? San Diego. Oké. Okay. In Santa Fe. Ja, dat was echt heel ziek. Toffe ervaring, zeg. Ja, was echt heel gaaf. En die makelaar die mij had uitgenodigd daar, die is nog steeds hele goede. Het is uiteindelijk een hele goede vriend van mij geworden. Die is nog een aantal keer naar Nederland gekomen. Ja? Kwam die op een luchtbed in mijn flat slapen, weet je wel. Echt super grappig. Echt? Ja, is echt wel, was wel echt heel leuk. Ja, ik echt hele leuke herinneringen overgehouden. Wat leuk, man. Ja, voor de mensen die dat niet weten. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment What About Us. Dat was die cover van Pink. Pink heeft daarop gereageerd in een magazine toen. Ja, op YouTube. Met van de Glamour USA. Die hadden zo'n... Ja, ja, zij zei van... Davina heeft dat beter gedaan dan dat ik dat ooit zou kunnen. Toen is natuurlijk iedereen dat gaan bekijken. Ja.
En op basis van dat moment eigenlijk kwamen die optredens in het buitenland. Klopt. En dan merk je opeens hoe groot de wereld is. Dat je gewoon één video vanuit een studiootje in Zwijndrecht toe de tijd opneemt. Je zet het in een uur online. Heel de wereld gaat er overheen. Je mag naar Santa Fe vliegen en naar Orlando. En het is, in Frankrijk stond op een gegeven moment zelfs iets open voor Zuid-Afrika. Toen dacht ik ook echt, wat? Dat is jammer, genoeg niet doorgaan. Maar ben je wel eens geweest in Zuid-Afrika? Nee, ik wil heel graag daar nog heen. Dat is mijn favoriete land. En mijn zwager komt uit Zuid-Afrika. Oh, echt? Heel vet, ja. Ja, dit is fantastisch. Ga je echt leuk vinden. Ja. Hey, maar het is voor Nederlandse artiesten toch best wel lastig, hè, dat Amerika gebleken. Welke Nederlandse artiesten zijn nou echt doorgebroken daar? Golden Earring? Ja, Golden Earring. Ja, dat was de enige waar ik aan dacht. Ja, en Doe heeft natuurlijk met Heaven even gezeten, maar ik weet niet of dat echt doorbrak daar ook. Of niet? Dat volgens mij is alleen dat losse nummer is daar wel toen deels opgepakt. En natuurlijk de DJ's. Ja, nee, klopt. Ja, dat is Nederland wel een soort van exportland voor DJ's. Maar het is die industrie daar is zo gigantisch groot dat je daar als klein land bijna ook niet aan kan tippen. Nee, joh. Dus wat nu, ik wil niet zeggen dat het onze tactiek is, maar wat de meest verstandige tactiek voor ons nu is om eerst naar Duitsland te gaan. Als je Duitsland hebt, heb je ook Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië. Dan ga je een beetje als een soort olievlek. Maar ga je dan Duits, ga je Duits zingen ook dan? Zeker niet. Nee. Pasta basas! Ja! Also! Nee, ik kan echt niet uit. Dat duurt te lang! Ja. Nee, maar dat is... Dat moet je maar beloven. Moet je niet doen. Nee, wel doen. Nee, joh, ik wou net zeggen, nee, kan ik echt niet. Nee, maar het ding is, hoe heet die van... Danny Vera gaat dat nu ook doen in Duitsland. Ja, maar dat is het uiteindelijk wel. Want je moet, zie het eigenlijk als een soort risk. Je kan niet als het klein landje Nederland opeens het enorme Amerika aan. Nee. Dus dat is nu zeg maar wat we dan, als we dan een strategie uitvoeren, is dat we eerst gaan kijken, oké, hoe gaan we zeg maar eerst als soort olievlek verspreiden in Europa. En dan, kijk, Azië heeft sowieso een hele andere industrie. Die heeft ook een hele andere streamingplatform trouwens. Dus dat is sowieso een heel, heel ander verhaal ook. Maar op het moment dat jij heel Europa hebt en je hebt al, dan krijg je al zoveel streams dat je daarmee bij wijze van spreken UK aan kan. Ja. Of dat je in een heel gek geval daarmee inderdaad US aan kan. Maar om gewoon te zeggen van ik ga een liedje maken en dat ga ik promoten in Amerika. Dat heeft helemaal geen zin, want de industrie is daar veel te groot voor. Nee, je moet gewoon al een gevestigde naam zijn enigszins. Ja. En je moet die cijfers al kunnen meten. Je moet echt die streams al hebben. Ja. En echt die volgers en die dat moet je allemaal al hebben. Want anders, dan moet je wel heel veel geluk hebben. Dan moet je inderdaad een Esmee Denter zijn die opeens door een videootje op wordt gepikt door Justin Timberlake. Zo, hoe is het met haar? Nou precies, dat uiteindelijk is dat ook niet helemaal... Ja, ik weet, volgens mij hebben ze haar laten vallen omdat het allemaal niet meer liep. Ja. Maar ja... Dan moet je het wel. Je moet als op een gegeven moment kijk, Justin Timberlake is dan jouw kruiwagen. Ja. Maar die laat je op een gegeven moment Hij kan niet elke dag je handje vasthouden. Dus hij laat je op een gegeven moment ook los. En dan beland je eigenlijk weer bij waar je was. Zonder streams en zonder. Of met weinig. Dus beland je weer op je zolder in Zwijndrecht. Ik wou net zeggen. Ja, precies. Ook gezellig. Ja, ook leuk. Nee, maar dan uiteindelijk dan ben je weer terug bij af. En dat is ook wat eigenlijk, tenminste, zo zie ik dat gebeurt bij bijvoorbeeld de. Winnaressen en de winnaars van de talentenjachten. Ja. Op een gegeven moment dan krijg je echt zo'n piek en zo'n lift. En daar kan je even op genieten. Mm-hmm. Maar er komt weer een nieuw seizoen aan. Ik wou net zeggen, vergeten. En dan moet je uiteindelijk val je terug op wat je had. En op het moment dat je niks niet genoeg had om bij te kunnen blijven. En Maan heeft dat dan heel goed gedaan, want die had gewoon een gigantisch goede hit ook toen. Mm-hmm. Maar die moet je wel hebben dan. Ja, ik wou net zeggen, want zij had opeens gewoon gigantisch veel volgers, goede streams, goede liedjes, weet je. Dus dan kan je daar gewoon op blijven. Maar je moet wel iets hebben om op terug te vallen op een gegeven moment. Nee, zeker. Het is wel grappig, want eigenlijk werkt het hetzelfde voor influencers die gewoon... Kijk, je had vroeger, als ik dan denk, oké, je wil presentator worden op televisie. Nou, het enige wat je had was een... Was bijvoorbeeld BNN. Ja. Die hadden die BNN University of zo. Mm. Academy. Ja, en dan kon je op auditie. En als je daar werd gekozen, dan moest je eerst nog een traject. En als je geluk had, dan mocht je wat dingetjes voor 101 TV gaan doen. Ja. Ja, dat is best wel een moeilijk traject om naar binnen te komen. Ja. En ik weet, toen ik 18 was of zo, toen ik jong was, ik heb daar wel eens aan meegedaan. Toen kreeg ik te horen van, nee, ja, kijk, je hebt een Rotterdams accent, weet je wel. Je moet eerst op logopedie en noem Hou het allemaal op. Op nou, maar dat dacht ik ook. Maar normaal gesproken, als dat dus de enige weg was geweest, ja, dan had ik dat nooit gaan doen. Maar ik ben gewoon voor de lol KST-typetjes gaan doen. En dan bereik je dus, dan maak je zelf, maak je bereik. Je maakt een soort achterban.
Ja. Creëer je voor jezelf. Ja, kijk, en dan kan je zelf gewoon bepalen wat je gaat doen. En dan komen de zenders naar jou toe. Want ja, blijkbaar heb je iets wat zij niet hebben. Want je hebt een achterban. En als ze jou dan contracteren, dan neem je die achterban nou automatisch mee. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, weet je. Dus je moet ook gewoon voor jezelf eigenlijk, denk ik, altijd... Of je nou zingt, of je bent YouTuber, of whatever, weet je wel. Zorg gewoon zelf dat je vanuit je passie en talent een basis creëert. Ja. Following. En dan komt de rest vanzelf wel. Maar je moet niet al vanaf begin af aan afhankelijk zijn van... Oh, die persoon op die plek, nee, als die me maar ziet. Je moet gewoon niet afhankelijk zijn van een ander. Op het moment dat je het allemaal zelf doet, dan heb je dus ook iets... Je kan ook, jij ook bijvoorbeeld... Jij kan nu, als nu jouw, weet ik veel, hoe noem je dat eigenlijk? Je programmabaas of weet ik veel, je laat vallen. Ja. Dan heb je genoeg om op terug te vallen. Ja, klopt. Zal jij je reden roesten, gaan we wat anders doen. Ja. Weet je, dus als nu mijn label mij laat vallen, ik hoop het niet trouwens, want ik heb een fantastisch label, maar moet ik even zeggen, nee. Dan ga ik ook gewoon door, want ik heb uiteindelijk genoeg opgebouwd om gewoon door te gaan. Ja. Dus ik denk dat je die zekerheid voor jezelf daarin bereikt. Maar jij hebt dat ook, dus je hebt dat ook gewoon laten zien. Want jij bent ook op YouTube begonnen. Ja, zeker. Daar is allemaal begonnen. En daar zit ik nu op 1,2 miljoen volgers. Ja, dus dat, fantastisch. Dat zijn tenzij er een of ander gek internationaal schandaal komt. Waar ik niet van uitga trouwens. Kan ook helpen, hè? Ja, nou of niet. Maar dan een video op OnlyFans of zo, weet je wel. Ja, het zou best kunnen. Nee. Nee, maar dan blijft dat gewoon stabiel. Dus daar hoef ik niet bang voor te zijn dat ik op een gegeven moment helemaal niks meer heb. En... Dus dat geeft je ook veel meer vrijheid om uit je schulp te kruipen en meer te experimenteren en meer dingen... hoe zeg je dat? Als ik bijvoorbeeld aan het schrijven ben... Mm-hmm. Ik ben nu bijvoorbeeld niet bang op het moment dat ik een liedje aan het maken ben en ik maak liedjes waarvan ik denk van nou, dat gaat niet werken. Weet je wel? Of dat gaat niet... ik hoef daar niet bang voor te zijn. Ik breng het gewoon uit. Want op het moment dat ik langer termijn geen goede muziek meer maak, dan heb ik gewoon nog het YouTube-kanaal om op terug te vallen. Dan heb ik gewoon... Ik heb nog zoveel dingen om op terug te vallen. En daardoor heb ik veel meer zelfvertrouwen in... wat ik kan maken en wat ik kan schrijven. En dat is ook misschien wel de reden dat ik uiteindelijk Engelstalig ben gaan zingen. Maar jij kan toch gewoon nu bedenken van... kijk, ik bedenk een liedje, ik ga dat zingen. Ik wil er gaan uitleggen hoe je liedje bedenkt, maar goed. Ja. Je bedenkt een refrein, een couplet. Ja. Nee, maar je maakt een liedje. Ja. En jij kan dat toch gewoon dan op YouTube zetten... en gewoon kijken of dat aanslaat en daarna pas... officieel uitbrengen? Of wat is altijd de gameplan, zeg maar? Wat zijn de lijnen? Nou, weet je wat het is? Ik kan het inderdaad gewoon op YouTube zetten en kijken of het wat doet. Mm-hmm. Maar YouTube over het algemeen... Kijk, het is natuurlijk mijn doelgroep. Ik heb een YouTube-kanaal, dus ik heb die doelgroep daar. Maar van mijn eigen muziek, van mijn singles, zeg maar... zit mijn grootste succes in radio en airplay. Ja. En YouTube werkt ook goed, maar ik werk bijvoorbeeld op streaming en op YouTube niet zo goed als een boef als die bijvoorbeeld zijn eigen muziek uitbrengt, omdat het een hele andere doelgroep is. Mm-hmm. Dus ik kan het inderdaad op YouTube zetten en kijken of het wat doet, maar ja, dan moet je uiteindelijk ook, ook als je er nog wat aan wil verdienen, zeg maar, dan kan je het beter gewoon via streaming en via radio aanpakken en... Je kan toch eerst dat op YouTube zetten en dan zeggen, zo pam, hij schiet door het dak. En dat je dan misschien een betere onderhandelingspositie hebt bij de radio of zo, of werkt dat überhaupt niet zo? Wanneer kom je op de radio? Wie bepaalt of je op de radio komt? Hoe werkt dat? Nou, laat het zo zeggen, ik heb een plugger. En een plugger is iemand die gaat met jou met de liedjes langs de radio. Want als iedereen met zijn eigen... de hele dag te pluggen. Ja, nou, maar dat is echt waar. Dat is echt een superleuke man ook. Maar die heeft dus zo'n meerdere artiesten. En die heeft dan ook meerdere labels. En er komen zoveel liedjes uit. Die gaat naar de radio en die zegt, nou, dit en dit en dit komt eruit. Dit is leuk, dit vind ik ook leuk. Weet je wel, wat vinden jullie ervan? Kijk, als iedereen met zijn eigen muziek naar de radio gaat, dan wordt het natuurlijk gewoon een gek huis bij de radio. Dus daar zijn pluggers voor. En naar aanleiding daarvan beslist de radiostation of ze het geschikt vinden om te draaien of niet. Ja. Zo simpel is het. En het is natuurlijk... Kijk, radio is natuurlijk nu een iets ouder medium, ook als je het vergelijkt met vroeger. Want vroeger werd een hit gemaakt door de radio en nu loopt het misschien iets andersom. Ja, precies. De volgorde is anders geworden. Maar wat je wel nog steeds merkt is... Dat met Skyward was het bijvoorbeeld heel erg zo. Dat Skyward werd op een gegeven moment echt zo vaak gedraaid op de radio dat mensen er niet meer omheen konden. Ja. Dus en dan komt het ook, zeg ik in het goede volgorde. Komt ook in meer playlists op Spotify. Omdat mensen het dan herkenbaar. Het wordt herkenbaar. Dus mensen willen het ook vaker luisteren. Klik het minder snel weg. Ja. En dan gaat het op Spotify op een gegeven moment ook werken. En YouTube loopt het dan synchroon mee.
Snap je? Dus het loopt op een gegeven moment allemaal een beetje mee. Maar dat is hoe het bij mij werkt, zeg maar. Maar dat is ook voor elke artiest in elk genre is dat anders. Maar ben jij nu op een punt dat jij je naam groot genoeg is... dat die plugger jou er altijd doorheen krijgt? Of heb je nog steeds dat raden ze... Ja, leuk, Davina Michel, prachtig die naam. Prachtig die 1,2 miljoen abonnees op YouTube. Maar ik vind het een kutplaat. Gebeurt dat? Soms wel. Ja? Nou, tot nu toe heb ik echt heel veel geluk gehad met de liedjes die ik uitgebracht. En daarnaast... is het wat ik uitbreng ook wel echt radiomuziek. Stel je voor dat jij morgen een rap zou uitbrengen. Zouden ze dan bij de radio dat ook gewoon aanzetten? Nou, misschien een keertje. Een keertje. Nee, ja. Nou, maar het is ook wel dat ik echt radiomuziek maak. Ja, dat is en ook wel waar. Heb ik een... Is dat dan bewust? Nee, dat is niet bewust. Dat is gewoon omdat ik popmuziek maak. En ik denk dat ja, dat sluit gewoon heel erg aan met de radio. Ja. Maar ik heb dus laatst een liedje gemaakt, Liar. Ja. En dat... is ook niet door sommige radiostations ook niet opgepikt, omdat het gewoon niet genoeg radio is. Maar ja, dat is wel iets wat je natuurlijk in je achterhoofd houdt op een gegeven moment van oké, dat is wel mijn grootste exploitatieplatform, de radio. Ja. Dus als je dan muziek gaat maken dat niet radiovriendelijk is, ja, dan wordt het op een gegeven moment wel echt moeilijk om je muziek ook daarbuiten te krijgen. Vind je dat lastig of is pop wel gewoon echt de muziek die je wil maken? Ja, zeker. Het is ook wel echt mijn ding. Zo. Dus, nee, dat is wel. Dus als je dat dus niet hebt, heb je wel een probleem of zo. Want dan zou je weer... Kijk, rappers bijvoorbeeld, die worden niet door de radio opgepikt. Maar die hebben radio ook niet nodig. Die worden door streaming. Als ik een rapper was geweest, als ik het tof had gevonden om te rappen... of om urban te maken, weet je wel... Dan had ik gedaan wat ik wilde. Maar dan had ik weer een ander platform gevonden... Ja. Waar ik mijn ei kwijt kon. Maar ik had Danny Vroeger hier toen een paar maanden geleden... en toen hadden we het ook over radio. Voor het Nederlandse lied is het wel moeilijker. Ja, toch? Zeker. Ja, daar heb je 100% NL voor. Maar ja, dat is natuurlijk ook maar een beperkte... Terwijl, het is een partij... Kijk, als je kijkt naar de Vrienden van Amstel... en naar de toppers en zo, weet je... Ik bedoel, grotere feesten dan dat zijn er bijna niet in Nederland. Even los van alle grote festivals. Ja. Maar dat is zo feestelijk en iedereen vindt dat tof. Ja. Dus het is wel... Ja, er is wel gewoon een bizarre markt voor. Maar dat wordt dan niet op de radio gedraaid. Ja, ik weet... Ja. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Er zijn wel radiostations volgens mij die volgens mij is die top hits of zo, is volgens mij vol volksmuziek. Ja. Maar ja, dat wordt er op een of andere manier toch niet genoeg geluisterd. Dus het is toch enigszins, dat er niet genoeg mensen zijn die 's ochtends in de auto zitten om 8 uur en dan denken nou ik ga eens lekker naar volksmuziek luisteren. Ja, dus dat denk dat het ook gewoon is. Ja. Hey, je treedt veel op, normaal gesproken. Nogmaals, weer los van 2020, maar... Ja, een kutjaar. Wat is het bizarste wat je tot nu hebt meegemaakt in carrière? Want het is best wel hard gegaan. Voor dit weet sta je ineens in Amerika op een zwembad... op een glazen plaat opstreken. Ja. Omdat iemand zijn boerderij wil verkopen. Er is nogal wat gebeurd. Wat is je mooiste anekdote of je mooiste moment geweest... van de afgelopen 4 jaar? Of je hoogtepunt? Of... Ja, mijn hoogtepunt is denk ik wel voorprogramma Pink. Ja. Dat was wel echt te gek. En ook het feit dat ik daar van tevoren al niet wist of ik überhaupt haar ging ontmoeten. Dat ik haar kon vertellen wat er allemaal gebeurd was. Of ze dat überhaupt wel wist. Tot op het moment dat ik in haar kleedkamer stond te wachten... dat haar zoontje even op zijn bek gaat. En ik stond eigenlijk... Dus toen mocht ik eindelijk met haar gaan praten. Ja. En toen moest ik toch nog even wachten. Terwijl omdat zij haar zoontje moest knuffelen en oppakken en troosten en doen. Stond dat dan ook zo van, oh, ik wil hier eigenlijk niet naar kijken. Maar het was een hele, hele gekke situatie. Maar, was ze wel leuk? Ja, het was echt heel kort. Want het was net voor haar show. Dus het was gewoon echt even knuffelen. Zeggen, weet je wel wat je gedaan hebt met me? Wat je aangericht hebt? Maar dat wist zij ook niet. Ze had ik geen idee. En dat dacht ik al. Want het is voor haar natuurlijk... Maar wie boekt jou dan voor haar voorprogramma? Heeft zij daar dan geen weet van? Ja, dat is door ik waarschijnlijk gewoon door haar boeker gegaan. Want wat het natuurlijk ook is... ik heb alleen het, om even heel strategisch te gaan praten. Tenminste, strategisch. Het Malieveld. Ik heb alleen op het Malieveld opgetreden. Maar ze had ook nog een andere show in de Arena, volgens mij. En daar heb ik niet het voorprogramma gedaan. Maar die Malieveld was ook nog niet uitverkocht. Ja. Dus... mijn boeker, Mojo, die had gewoon gevraagd aan haar boeker... van, joh, kunnen we haar niet als zij er komt erin krijgen, weet je wel? Ja. Want dat is een mooi verhaal. Mm. En haar boeker heeft waarschijnlijk ook gewoon gezegd... ja, doe maar op het Malieveld, want dan kunnen we ook op haar naam weer kaarten verkopen. Oh, ja, snap je? Ja, dus zo is het ook gegaan. En dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Ik bedoel, ik geniet er gewoon van. Tuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook... zo gaan die dingen ook. Ja, want ja, uiteindelijk zijn er heel veel mensen die dan ook zeggen van... nou, ik vind... Pink te gek, maar ik heb een kaartje gekocht omdat ik jullie samen dan een combinatie wil zien. Dit moment wil zien. De mensen die normaal gesproken kaarten voor een show van mij zouden kopen, die hebben toen kaarten voor het Malieveld gekocht. Dus daarmee konden ze wel weer het Malieveld bijna uitverkopen.
het was gewoon een hele strategische zet van hun ook. Maar wel, wel eentje waar ik enorm blij mee ben en waar je twee partijen heel erg blij mee maakt. Tuurlijk, dus ja. Dat ook helemaal geen slecht woord daarover. Maar ja. Dat is natuurlijk ook nog achter. Dus dat is ook de reden dat zij waarschijnlijk... Zij hoort ook gewoon van... Ja, want ze zetten daar een groot artiest in Nederland daarvoor. Want dan, weet je wel, dat doen ze in alle landen. Ja. En zetten ze weer een goede Duitse artiest in Duitsland. Een goede, zodat ze dan toch die zalen vol krijgen. Grappig, hè? Wat zoiets kleins eigenlijk. Want zij heeft gewoon jou benoemd en heeft 10, 15, 20 seconden daaraan besteed in een interview. Wat dat voor een impact heeft voor jouw carrière. Het is gek eigenlijk wat deze wereld ons gebracht heeft ook. Ja. Social media vind ik wel eens een soort vloek. Social media heeft ook een soort zombies van ons gemaakt. En het is eigenlijk ergens ook heel erg dat mensen alleen nog maar aan een scherm kijken. Ja. Maar tegelijkertijd, dit is ook wel weer de romantiek en hetgeen wat social media zo mooi maakt, dat die wereld zo klein is geworden. Ja, het is echt, dat alles echt zo fantastisch. Snel gaat. Ja, het is echt ongelooflijk. En ik zou ook nooit iets slechts durven uitspreken over social media, gewoon omdat dit bij mij is gebeurd. Ja. En ook omdat ik mijn carrière natuurlijk naar social media is. Dat, of is YouTube social media? Enigszins wel. Ja, ik denk het wel. Jawel. Toch? Ja. Je kan reacties achterlaten. Dus wel social. Ja, het is very social. Ja, dus ik bedoel dan, ik vind niet dat ik daar iets slechts over kan zeggen, want dat is uiteindelijk het begin geweest van mijn carrière. Maar het kan je wel opslokken ook. Ja, absoluut. Nee, zeker. Dus die balans daarin is heel belangrijk. Ja. Maar ja, weet je, de Davina Michel, die bijvoorbeeld alleen bekend was geweest in Nederland via de radio. Ja, die had dus niet dat meisje uit Japan kunnen bereiken. Wat misschien nu wel jou volgt, omdat Pink daar ooit wat van gezegd heeft. Ja. Weet je wel. Dat is wel heel vet, toch? Dat is super vet. Het is gigantisch leuk om mensen uit allemaal verschillende landen, in allemaal verschillende situaties te mogen ontmoeten is het niet, maar contact mee te hebben. En daar ook van te horen wat ze van je covers, van je muziek vinden. Ja. Dat is super vet. Maar ja, je zegt net van dat meisje op de radio. Kijk, ik weet ook niet of ik ooit de radio had bereikt op het moment dat het YouTube kanaal was. Ja, dat is ook een goeie. Ja, want ik heb uiteindelijk ben doorgebroken door een succesverhaal dat de media heel interessant vond. Ja. Dat is natuurlijk het hele ding. Want er zijn echt zoveel mensen in Nederland die goed kunnen zingen. Maar je moet uiteindelijk een verhaal hebben of een goed management of gewoon een strategisch plan. En ik denk dat dat bij mij aan het begin gewoon heel goed gelukt is. Ja, dus, ja, het zijn die verhalen, hè, die gewoon bijdragen aan hoe jij gepositioneerd wordt. Zeker, want ik was uitgenodigd voor Beste Zangers naar aanleiding van What About Us. Ja. En daar is natuurlijk het allemaal begonnen. Dus het is natuurlijk altijd makkelijk praten dat je zegt van ja, maar je weet niet wat er anders was gebeurd. Als What About Us er niet was geweest en ik geen YouTube kanaal had gehad. Maar het is uiteindelijk, het is wel dat er een verhaal nodig is geweest om mij ook interessant te maken. Ja, maar zo is het echt. Want ik ben eigenlijk gewoon een hele degelijke meid. Er is niks interessants aan. Maar ik bedoel, die gewoon kerstbomen wil kopen met Sebas op de zaterdag. En als het niet werkt, dan ga ik helemaal slecht. Maar echt gewoon. Dus het is een hele aparte wereld. Ja, nee, ik heb ermee te maken. Ik kan natuurlijk heel goed zingen, alleen ik heb geen goed verhaal. Ja, zonde, precies. Dat is wel zijn. Maar goed, dat is niet mijn last. Hè. Last voor de wereld en voor de oren van de mensen. Zeker, zeker. Wil je het even proberen? Nee, dat gaat. Nee, nu kijken de mensen nog. Hey, zou je... Kijk, je wil... Is Amerika doorbreken? Is dat de droom? Nee. Niet? Nee, ik zou het heel vet vinden, maar het is niet de droom. Ik hoef ook niet een nieuwe Taylor Swift te worden. Nee. Waar komt zij vandaan dan? Uit Nashville, toch? Maar hoezo vergelijk je jezelf met Taylor? Of hoezo ik bedoel meer van, ik hoef niet nummer 1 te worden op de wereld of zo. Dat is helemaal je bedoelt dat. Nee, maar gewoon wel. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat het land Amerika, of je nou acteur bent of artiest of zo, het is wel, als je daar zeg maar een podium krijgt, dan bereik je dus echt die hele wereld. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat nog iets van romantiek met zich meebrengt of zo. Het idee dat je daar dadelijk doorbreekt. Of heb je dat helemaal niet? Het lijkt mij super vet om inderdaad daar op een gegeven moment een hit te hebben. Of om dat in ieder geval af te kunnen strepen. Ja. Want het is inderdaad toch wel, het is toch wel het land van de entertainment, zeg maar. Dus ik denk, ik heb het gevoel, als het daar dan lukt, dan dat is wel een enorme... Dan heb je wel bereikt. Ja. Maar ik hoef niet... zoals ik al zei, de nummer 1 artiest van de wereld te worden of zo. Daar heb ik helemaal niet op te wachten. Veel te veel werk. Maar echt. Het is echt, ik lijkt me echt ongezond. Als je kijkt naar die Justin Bieber en die verhalen die er allemaal uitvolgen. Ik hoef dat echt, dat wat je jezelf
op je hals haalt. Nee, dat is echt niet. Maar ja, weet je, op het moment dat je één hit in Amerika hebt, dan kun je bij wijze van spreken al 20 jaar met je met bloot konden borre borre gaan zitten. Ja. Dus dan vind ik het al goed hoor. Maar maak een kersthit dan. Dan ben je gelijk helemaal klaar. Ja, dat kan altijd nog. Dat kan altijd nog. Ja. Ja, Mariah Carey, die lacht zich iedere kerst weer helemaal. Ja. Een kale poes. Ja. Ja. Nee, ja, dat is niet normaal toch? Wat zou je daarvoor... Wat, weet jij dat een beetje? Wat zou zij aan royalties daarvoor ontvangen? Nou, ik zou het niet weten, maar ik heb gelezen dat zij volgens mij 4 ton krijgt alleen voor All I Want For Christmas Is You. Per jaar. Ja, dus per kerst. Wereldwijd. Ja. Maar dit is wat ik gelezen heb. Hè. Dus als het niet goed is, pim er niet op vast. En daarnaast doet zij natuurlijk, en dit jaar dan niet, maar normaal gesproken die oudejaarsoptredens in New York, weet je wel, op die grote podia en dat soort dingen. En daar pakt ze ook gewoon nog een paar ton mee. Ja. Dus dit is wel... Ze is nog wel even bezig. Ja, ze zal ook gewoon sowieso al op het droog hebben natuurlijk met haar carrière. Wat zou op het droog? Ja, ze heeft het op het droog, ja. Ja, ik denk dat zij niet meer... Nee, ze hoeft niet meer bij te klussen. Nee, ze hoeft ook niet meer de kerstboom te halen, helemaal op zaterdag, want dat is er niet... Wordt gehaald. Ja. Ja, dat is dan een soort streven op zich, dat je tegen Sebas zegt, weet je wat... We laten die kerstboom gewoon halen. Kan jij gewoon je dingetje gaan doen? Kan jij gewoon op zaterdag naar de studio? Hoef ik niet geen afspraken met je te maken? Maar ik vind het... Weet je waar ik over na zat te denken ook trouwens laatst? In die echt die hele grote huizen van al die sterren en zo. Daar hebben ze ook allemaal obers en butlers en assistenten en mensen om je heen. Mm. En schoonmakers die heel de dag aan het schoonmaken zijn. En ik moet er niet aan denken dat ik daar in mijn ondergoed door het huis in loop. En dat er dan allemaal mensen om me heen zijn. Nee man, ik ook niet. Die ik niet ken. Of als ik gewoon met Sebas op de bank zit. Of weet ik veel dat er dan inderdaad iemand... weet je? Of dat de tuinman even bezig is. Of ik mijn comfortzone, man. Dat denk ik dan echt. Ik zou dat echt niet willen. Ja. Nee, ik geef je helemaal gelijk. Maar sowieso zou ik niet in een heel groot huis willen wonen. Nee, maar ja, dat hebben zij wel. Maar ik zie af en toe van die vrijstaande kasten en zo. En dat ik denk van, het lijkt me helemaal niet, maar je, niet prettig om in zo'n grote bak te wonen. Maar ik denk dat je er ook wel naar gaat leven. Snap je dat? Ik denk het ook. Maar ja, ik weet niet. Laat ik het zo zeggen. Voor mij zou dat is voor mij geen doel op zich dan. Nee, oké. Zo'n groot huis. Sommige mensen, ja, ik wil een villa. Ja, nee, ik niet. En ook als mensen zeggen, ik wil een boot. Ik denk, je wel een onderhoud. Ik wil echt een boot. Ja, ik wil echt een boot, maar ik kan nu nog niet betalen. Maar ik wil echt een boot. Ja, maar dat zou ik dan altijd huren als ik heel veel geld zou hebben. Dat zou ik dan nooit kopen. Nou, weet je wat het is? Mijn zus heeft en haar vriend hebben een vaarbewijs. En mijn ouders hebben ook een vaarbewijs. Dus ik zou dan een boot willen kopen en dan zelf er ook een beetje Maar echt voor, mogen ze dan echt in een grote boot of alleen voor een sloep? Nee, gewoon een speedboot. Een beetje achter bananen en zo. Maar dan kunnen dan, want de boot van mijn vader die is ook al behoorlijk gedateerd. Dus om het heel beleefd te zeggen. Wat voor een boot heeft je vader dan? Ja, ook gewoon een speedboot. Is volgens mij een Yamaha, maar echt uit 1990 of zo. Dus echt een heel oud ding. Nou ja, als die doet. Ja, maar hij moet hem elke keer dan staat hij midden op de zee of op het water, dan staat hij stil. Dus dan moet hij weer. Maar mijn vader is heel handig, want hij is automonteur geweest. Okay. Dus die kan hem dan zo weer aan de praat krijgen. Maar ik zou het wel, als ik dan een boot zou kopen, dan zou ik ook gewoon mijn zus en mijn ouders ook een sleuteltje geven, zodat zij daar ook mee kunnen varen. En mijn schoonouders, want die hebben volgens mij geen vaarwijs. Maar dat gewoon geef je meer. Dat... Geef je een peddel. Ja. Rubberbootje erachteraan. Nee, maar dan zou ik het wel willen delen dat iedereen er plezier van kan hebben. Ja. Want ik bedoel, ik weet nu al dat ik er 2 keer, 3 keer per jaar mee ga varen en is wel klaar, weet je wel. Mm-hmm. Ja. Dus, maar dan zou ik het wel willen delen met anderen of zo. Ja, nee, precies, ja. Maar dat is ook alweer het ding. Wat heb je aan grote eigendom of grote huizen of boten of dingen als je het niet met anderen kan delen, denk ik dan. Ja, geluk is dat je kan delen, toch? Ja, en dat heb ik nu, want wij hebben wel een huis op de groei gekocht, laat ik het zo zeggen. Ja. Die we ook gaan verbouwen en gaan doen. En die hebben we ook echt gekocht met het idee dat we er later 3 kinderen in kunnen krijgen, bij wijze van spreken. Mm. Ook omdat ik heb ook geen zin om elke paar jaar te moeten verhuizen en te doen. Dus dan hebben we nu een oud huis gekocht en dat gaan we gewoon opknappen en renoveren en doen. Dat vind ik echt heel leuk ook en een super tof project. Het is er nu steenkoud. Soms stap ik gewoon letterlijk in de auto omdat ik het zo koud ga ik gewoon boodschappen doen, een rondje rijden omdat het zo koud is thuis. Ja. Maar gewoon echt op de groei ook gekocht. En ik denk dan tegen de tijd dat je wel 3 kinderen hebt, dat het ook wel lekker is om die ruimte te hebben. Ja, nee, zeker, tuurlijk. Dus dat hebben, zo hebben wij het ook ingestoken nu. Leuk. Ja. Je bent wel echt gelukkig nu. Ja, ik ben echt heel gelukkig. Ja, op de corona na dan. Ik bedoel, dat slaat wel een deuker in, zeg maar, tuurlijk, in het hele plan. Maar ik ben uiteindelijk heel gelukkig. Ik probeer het onderwerp altijd een beetje te vermijden. Ja. Heb je wel eens een periode gehad in je leven dat je echt ongelukkig was? Niet echt ongelukkig. Ik heb wel, ik denk in de tijd dat het echt druk was...
Dat ik wel op een gegeven moment dat ik ook geen mijn vriendinnen niet meer kon zien, mijn ouders niet meer kon zien. Ja. Ook, dat is ook in de tijd net voor iets voor die Pathé-film die ik had uitgebracht. Waar ik daar ook in vertelde dat je op een gegeven moment, op het moment dat je bent de hele dag bezig met je carrière en met plannen en met dat soort dingen. Maar op het moment dat dan die carrière wegvalt, en in dit geval dus door corona, om het even lekker nog een keer op te brengen, ja. Dan werd ik best wel geconfronteerd met oké, wie ben ik nou eigenlijk als ik niet op het podium sta? Of als ik niet Davina Michel ben? Weet je wel, wat zijn mijn hobby's? Zijn er nog dingen die ik leuk vind om te doen, los van werken? En dat was best wel pittig. Want dan zit je op een gegeven moment thuis en dan denk je ook van ook. Weet je wel, ga ik nou maar weer een serie kijken? Ik heb echt een hekel aan tv kijken. Ja. Dus dan ga je maar weer een soort van tv kijken of zo. En dan denk je, ja, wat ga ik nu doen? Maar wat bleef er nog over dan van Davina Michel? Nou, niet zoveel. En daarom ben ik zo. Nee, niet. Ja, van Michelle bleef er zeg maar gewoon niet zoveel over. Ik dacht, ja, wat ga ik nou doen heel de dag? Ja. Het is niet dat je op een gegeven moment een soort ritme hebt ontwikkeld. Van oké, ik ga naar mijn werk en s'avonds ga ik op dinsdagavond ga ik naar een vriendin toe. Of ga ik even naar mijn oma. Of ga ik lekker mozaïek op donderdag. Ja. Weet je wel iets. Een beetje breien. Ja, ik wou net zeggen dat je op een gegeven moment gewoon je ritme en je bezigheden hebt. Ja. Maar dat heb ik echt totaal niet. En omdat alles in teken stond van dat werk. Ja, en dat altijd was alles. En nu ook dan ik miste ook heel veel. Als mijn vriendinnen naar festivals gingen of naar feesten of naar, weet je wel, met elkaar. Dan kwamen de foto's in de app en dan denk ik, oh ja, daar was ik ook niet bij. Daar was ik ook niet bij. Weet je, dat is heel jammer. En dan merk je ook dat op het moment dat je dan weer met je vrienden en vriendinnen afspreekt, dat het natuurlijk wel weer gewoon hetzelfde is als van oud. Maar je merkt ook dat je wel veel gemist hebt. En dat vond ik ook heel lastig toen. Nu ben ik het hopelijk heel snel weer allemaal een beetje aan het inhalen. En ook met familie, weet je, in een denk van, oh ja, weet je, mijn broertje die is al afgestudeerd. Wat deed hij nou eigenlijk? Want ik heb hem al 3 jaar niet goed gesproken, weet je wel? Dat je denkt van, oh, weet je, het kind van mijn zus is nou al bijna 1. Weet je, wat heb ik nou eigenlijk? Zo. Dat je het gevoel hebt dat je zoveel gemist hebt. En dat vond ik heel lastig. Maar nu heb ik het alweer een beetje ingehaald. En ik probeer nu ook als straks weer terug naar dat ik weer, dat we meer kunnen doen en dat het weer echt chaos wordt en druk wordt, hoop ik trouwens, want ik hou wel van lekker druk. Ja. Dat ik ook tijd inplan, juist voor familie en vrienden, en ook nee durf te zeggen tegen dingen waarvan ik denk van, nou, dit heeft geen prioriteit. Maar heeft het wel? Dat kun je ook zien. Dus als een positieve ontwikkeling van deze situatie, dat je tot die, ja, dat je tot dat besef bent gekomen. Zeker. Dat je daarin ook best wel veel mist. En dat je dat eigenlijk ook wel heel erg jammer vindt. Want als je op die automatische piloot zit en je gaat op die golf in je carrière maar door en door, dan kom je daar misschien wat te laat achter. Je hebt nu eigenlijk verplicht heel eventjes naar die situatie moeten kijken. Ja, ja, eigenlijk is het heb ik inderdaad een beetje geluk gehad als ik het uit mijn mond durf te krijgen. Maar dat ik heb daar eigenlijk geluk mee gehad. Want dat, inderdaad, op een gegeven moment, je vrienden en familie zitten er, tenminste mijn vrienden en familie zitten er altijd voor me zijn. Maar je gaat wel, je groeit uiteindelijk wel uit elkaar. Hebben jouw vrienden en je familie jou wel eens kwalijk genomen? Niet dat ik weet. Nee, maar misschien ook omdat ze dat misschien niet altijd zullen zeggen. Want ze snappen het enigszins wel, denk ik. Maar ze vinden het misschien ook wel echt jammer. Ja. Snap je? En het is ook, het is, ik, aan de ene kant denk ik ook weer dat ze het niet snappen. Want het is een hele andere wereld ook. Ja. Waarin ik zit. Nou, ze zullen snappen, zeg maar gewoon secundair van de zijlijn bekeken, kunnen ze gewoon waarschijnlijk inschatten. Ja, ze werkt, oh, ze moet optreden, dus ze heeft geen druk, tijd, punt. Ja. Maar de bubbel waar jij in zit en de gevoelens die jij met je meedraagt van het podium en dat podium af, van die high naar die low, dat voelen ze niet. Ze voelen niet wat jij voelt. En ze voelen de druk niet, dat is het. En dat is trouwens met elk beroep, want je ziet iemand gaat naar zijn werk en die komt om 5 uur thuis en die heeft misschien een dag gehad die gewoon dat hij helemaal met zijn hoofd onder water zit en denkt, weet je wel, maar dat je kan dat natuurlijk vertellen, maar mensen die niet die druk voelen, die zullen dat altijd minder makkelijk begrijpen, denk ik. En helemaal in de tijd dat het echt druk was, en niet alleen met veel uren maken maar ook gewoon echt dat er heel veel druk op stond. Van oké, we moeten nu presteren en nu doen. En het klimmen naar de top, zeg maar, dat dan is er geen ruimte voor fouten ook. Tenminste, niet in mijn hoofd. Nee. Dus die druk, zeg maar, dat sloopt, is misschien meer slopend dan veel uren maken. Ja. En het is daardoor ook heel lekker dat op het moment dat je een keer met familie of vrienden bent, dat je het even kan laten gaan. En dat je gewoon even. Maar dan heel vaak gaat het dan toch weer over. Wat heb je allemaal gedaan? Oh, en dat is zo leuk, want je stond daar nu. Weet je, en dan gaat het er weer over. Dus dan heb je het gevoel dat je altijd
gaat altijd over je altijd werk. Daarmee bezig ben. Maar dat zou jij ook wel herkennen. Dat mensen zeggen, gaat wel goed met je. Gaat wel lekker. Goed. Tuurlijk, ja. Een goed ding daar. En krijgen ze bij Expeditie Robinson echt niks te vreten dan? Precies. Is dat er geen veebouwapparaatje naar? Nee, maar mijn moeder zei ook wel eens... het gaat altijd... ik heb nog een broer, maar die vraag gaat vaak over jou. Ja. Maar ik heb nog een zoon, weet je wel. Ja. En dat is niet omdat ze mijn broer niet aardig vinden... maar gewoon omdat ze dan weer... dan hebben ze me toevallig voorbij zien komen op televisie. Dus dan is het meer top of mind. Ja. Vind dat heel irritant, want ik zou dus veel liever willen dat het er niet over gaat. Weet je wel, kijk, als ik terugkom van Expeditie Robinson of zo en dat seizoen is op televisie, ik vind het vooral lekker als ik dan gewoon bij vrienden ben en als het daar even niet over gaat. Ja, nee, dat heb ik ook echt. Ja, en ik heb nog geluk met mijn vrienden. Mijn vrienden zijn gewoon niet zo onder de indruk van het wereldje waar ik in zit. Ja, dus die zien mij gewoon als Kai en dat zijn gewoon gasten waar ik al 15 jaar mee omga. Dus, en dat is wel heel grappig, mijn vriendengroep. Iedereen een andere job, weet je wel. De ene is hoefsmid, de andere is registeraccount bij PwC. En dus iedereen heeft gewoon zijn eigen dingetje. En als we bij elkaar komen, is het vooral gewoon keten en dollen. Ja. Dus dan maakt het helemaal niet uit waar je van nou. Maar je hebt natuurlijk wel mensen die er buitenaf staan. Die zeggen dan, die stellen ook heel veel vragen over. Ja. En heb je die wel eens ontmoet? En hoe is die dan in het echt? Ja, en, ja. Ja, weet je. Ja. Ja, boeien. Ja, nee, maar dat vind ik ook al... Ja, helemaal. Mijn moeder heeft ook echt iets aangeleerd... dat nu als ze in de supermarkt loopt in Nieuwkerk... en dan kent ze echt iedereen. Ja. En dan komen ze... en hoe gaat het met je dochter? En dan moet mijn moeder altijd vragen van... Oh, welke dochter? Weet je wel, dan gaat ze heel bij de hand lopen doen. Omdat het inderdaad gewoon lijkt voor mijn moeder... als ze nog maar één kind hebt. Ja. Naar de buiten, tenminste hoe zij het tegen haar doen. En ik vond het altijd ook wel juist leuk om... Ik vind het juist altijd heel chill om te luisteren naar wat andere mensen doen en wat andere mensen hun verhalen en wat ze dan meemaken. Maar op de een of andere manier komt het altijd weer van ja, wat doe je dan? En hoe is inderdaad die? Of hoe was het nou om daar in de Kuip te staan? Of ik heb je gezien bij Pink? Of weet je, dat is zo. En dan daarom kijk ik ook altijd een beetje op tegen verjaardagen of tegen feesten met mensen die ik niet ken. Weet je wel, ik heb er helemaal geen zin in. Maar voel je dan wel eens eenzaam? Ja, wel op het moment dat ik in groepen ben met mensen die ik niet ken. Ja. Gewoon omdat inderdaad mensen dan echt aan het praten zijn met Davina... maar eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in mijzelf. Nee. En dan dat vermijd ik ook trouwens tegenwoordig. Hoor. Nu helemaal komen we weer. Nee, maar... En dan ben je misschien bang dat de consequenties dan... dat ze zeggen, oh, die Davina zit echt helemaal niet zo leuk. Nee, maar ik heb er gewoon geen zin in. Nee, maar ik snap het heel goed. Maar denk je dat dan ook nog wel eens... Ja, zeker. Ik ben daar wel mee bezig. Ik altijd denk van, oh, weet je wel, als ik door de supermarkt loop... van ik moet niet te chagrijnig kijken, want dan ben ik bang dat ik chagrijnig het echt. En dat is echt arrogant, hoor. Ja, weet je wel? Ja, precies. Ik trek me daar wel echt wat van aan. Ja. Ik ben niet zo iemand die denkt van, ah, fuck dat. Dat heb ik echt helemaal niet. Ik vind dat... Nee, maar dat is ook, denk ik, heel menselijk. Ik denk dat je met de tijd daar wel beter mee leert omgaan. Als je wat ouder bent en je zit 20 jaar in dit vak, dat je daar wel meer scheid aan hebt. Maar, ik vind het helemaal niet gek dat je dat aantrekt, hoor. Nee, en het wordt ook wel beter door de tijd heen, hoor. Ik denk helemaal toen de tijd met duur te lang en met gewoon toen het net begon, zeg maar. Dat ik ook wel echt heel erg op mijn hoede was, heel gestrest was. Heel erg dat ik gewoon niet in mijn joggersbroek naar buiten durfde, bij wijze van spreken. Ja. En nou ga ik gewoon in mijn joggersbroek, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat ontwikkelt zich ook gewoon. En ik denk ook dat dat komt met succes, want... Door succes word je enigszins ook wel iets zelfverzekerder. Zeker. Ik heb mezelf ondertussen denk ik wel bewezen. Ja. Ik hoef nu niet nog te denken van... ook oh, moet laten zien dat ik een liedje kan schrijven. Of ik moet laten zien dat ik kan zingen. Weet je, dat hoef ik niet meer te doen. Je plekje is gewoon een soort van verzekerd. Ik wou net... Nou, dat plekje is verzekerd, weet ik niet. Maar ik voel ook minder de druk om mezelf te hoeven bewijzen. Dus dan denk ik ook van ja, als er dan een keer een lelijk verhaal over mij komt... Dan... Nee, maar misschien heb je jezelf aan jezelf bewezen. Dus je hebt laten zien... Ja, ik denk dat het is. Ja. Dus dan valt die druk weg. En dan kan je dus inderdaad, omdat je weet wat je kan... en je vertrouwt op jezelf... dan kan je dus het verhaal van een ander... kan je dan beter laat je neerleggen. Ja. Dat je denkt, ja, ik weet toch wat ik kan. Ja, precies. Wat jij daarvan vindt is niet zo relevant. Ja. Ja, mooi. Is het allemaal waard, je werk? Dus alle neven... gebeurtenissen, dus je familie minder zien, je vrienden minder zien, eenzaamheid zo nu en dan, de druk. Is het altijd alles waard? Nou, het is niet altijd. Ik heb ook wel eens momenten dat ik denk van, nou ja, had ik nou maar gewoon, weet je wel, een normale baan gehad. Maar tot nu toe is het 9 van de 10 keer waard. Ja. En ik geniet er altijd van als ik iets mag doen en ik hou van gevaarlijk heel veel verschillende dingen doen. En ik verveel me geen minuut en daar ben ik heel blij mee. Ja. En ik heb ook altijd in mijn hoofd gehad dat op het moment dat ik dat niet meer zo ervaar, dat ik wat anders ga doen. Sterker nog, ik heb altijd in mijn hoofd gehad,
Want je krijgt tot je 30ste krijg je studieondersteuning, toch? Van de overheid. Ja. Ik heb altijd gedacht van oké, ik ga in ieder geval tot mijn 5 of 26ste ga ik het proberen. Ga ik proberen. Ja. En als het dan zeg maar niet gelukt is, dan kan ik altijd nog een opleiding gaan doen. Tuurlijk, dacht dan trekken we die stufie even heen. Ja, ik wou net zeggen, dan kan ik gewoon nog wat gaan doen. Ja, joh, je hebt groot gelijk. Ja, dus en zo sta ik er trouwens nog steeds tegenover. Als ik volgend jaar denk van nou, hey, ik ga je mee kappen, dan ga ik gewoon alsnog een opleiding doen. Dan word ik gewoon, weet ik veel, verloskundig of zo, ik zie wel. Ja, of je gaat kerstboom styleren, ja, of zo. Goed idee. Oké, die jobs zitten daar. Ja, zeker. Hey Davina, mag ik jou vriendelijk bedanken voor uw komst? Ja, nou jij bedankt voor de uitnodiging. Nee, ik vind het heel leuk. Ja, nogmaals, we hadden al een tijdje contact en je was zo druk. Dus voor mij komt het eigenlijk ook wel goed uit dat corona is. Want je kon nu eindelijk een keer naar je kant komen. Ja. Nee, kijk, er zijn natuurlijk nog zoveel vragen over jou. Hoe sta je in deze periode? Ik geloof het wel eigenlijk. Ja. Nee, maar het is voor alle artiesten gewoon... Ik zit hier al 9 maanden podcast te maken en het is gewoon heel raar, weet je. Omdat... Kijk, normaal gesproken zouden wij nu gesprekken hebben over van... weet ik veel, ik zeg even wat, het EK was deze zomer. Misschien had jij dan wel eens ergens opgetreden. En dan konden we nu zeggen van... hé, wat vet man, daar stond je. En dan zou het volgende gesprek zijn van... oh, maar je gaat binnenkort, ga je natuurlijk daarheen. Kijk, dat is helemaal nu niet. En je komt iedere keer op hetzelfde onderwerp uit van... ja, het is kut en iedereen zit te wachten tot het voorbij is. Ja, dus ik denk dat ik dat maar verlaat. Nee joh, dat hoeft we gaan het alsjeblieft ook niet over hebben. Want ik op zich hou ik me wel lekker bezig hoor. Ja, dus... nee, maar ik ben blij om te zien. Volgens mij gaat het goed met je. En ik gun je het beste ook op persoonlijk vlak. Maar ook straks carrièrewijs dat er gewoon alles weer open gaat. En dat je gewoon weer staat te swingen. Nogmaals, ik zeg het tegen iedereen tegenwoordig. Kom nog een keer terug, weet je wel. Graag. Als je een keer wat leuks te vertellen hebt, mag me altijd appen van... Kai, het hoeft ook helemaal niet over je carrière te gaan. Het mag ook gewoon over... zegt, ik heb een paar dilemma's, die wil ik gewoon eens even met je bespreken. Mag over gaan, dus je bent altijd welkom. Leuk. Nou, ik zeg doen. Doen? Ja. Oké, dan. Nou, moeten we even goed van tevoren plannen weer, maar... Ja, echt hè. Nee, moeten we het snel doen. Nee, als die optredens daar weer beginnen. Ik ga je vriendelijk bedanken nogmaals. Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei!